denk al 3, 4. Hi. Hallo, hi. Hoe is foto's doorsturen? Als zij daar staan te wachten, mag ik maar. Ik ben nog op bed, zeg maar. Je bent er wakker van. Dat was heel vroeg. Namens onze vereniging wil ik de personen van de gemeente en de mensen die het allemaal gerealiseerd hebben, van harte welkom heten. Vandaag hebben ze, zoals je kunt zien, de brug geplaatst. Dat is het einde van de eerste fase, zoals ik heb vernomen. En daar willen we toch een beetje een feestelijk evenement van maken. Ik moet zeggen dat wij als vereniging super trots zijn op de vijver die we nu gekregen hebben. Ik ben al sinds kort voorzitter, dus ik heb er nog niet veel mee te maken gehad. Maar de personen die er allemaal tijd en energie in gestoken hebben, die wil ik sowieso ook al bedanken. Ook natuurlijk van de gemeente en natuurlijk de mensen die het gerealiseerd hebben. Ik weet verder niet wat precies de planning is. Maar zoals ik weet zullen we de brug gaan openen. En mij lijkt me dan leuk om te doen samen met jullie. Nou, goedemiddag allemaal en welkom. En jullie hebben net ook al een woord van welkom van de voorzitter gehad van de visclub. En fijn dat jullie hier zijn. De brug is de afronding van fase 1. Daar zijn we als gemeente mee bezig geweest om het herstel van de oevers mogelijk te maken. En zoals je kan zien is er veel houten aan de zijkanten gekomen. En zijn er heel veel nieuwe plantjes aangeplant die de zijkanten van de oevers van de visvijver moeten verstevigen. En straks gaan we aan de slag met fase 2. Daarover debatteert eerst nog de gemeenteraad in november om een budget zeker te stellen. En vanaf november kunnen we dan aan de slag met fase 2. En dat de grootste veranderingen daarvoor zijn de nieuwe visstekken die moeten komen. Er komt een invalide visstek en er komt een fontein voor de beluchting van het viswater. Dus dat het water van een betere kwaliteit wordt. Afgelopen jaren hebben we hier een aantal keer met blauwalgen te kampen gehad. En het is fijn als het water van een betere kwaliteit wordt. Dus nogmaals, fijn dat jullie er allemaal zijn. En wij zullen nu als symbool over de brug gaan lopen van fase 1 naar fase 2. Dus kom maar mee. Geen vandalisme of zo. Nee, dat is gewoon jammer. Zijn er ook mensen die vanaf de vijver vissen, zeg maar, in een bootje? Nee. Omdat je zegt, het is fijn dat er geen pijler onder zit? Nee, als je boot was, ook achteruit varen. Maar dat is vaak in een paai. Dus daar, tegen de rand hebben. Oh, je wou nog niet zo doen, Arm.